super cool. Hier zie je gewoon alle hindernissen. Oké jongens, we staan midden in de bak nu. Het is echt nu enorm spannend. Leuk dat je kijkt naar Kampioen. Ik ben vandaag op de Military in Boekelo en vandaag is de laatste dag. De dag waarop het springen wordt gedaan. Dat is het laatste onderdeel van de Military. Vrijdag is het dressuur, op zaterdag was de cross en nu is dus het springen. Deze intro heb ik even achteraf opgenomen, want ik ben helaas alle beelden van vanochtend kwijtgeraakt. Het is gelukkig niet zo heel erg, want ik heb heel veel gefilmd in de middag. En de belangrijkste ruiters die we uiteindelijk gewonnen hebben, die waren ook 's middags aan de beurt. We staan nu op het terrein waar het springen zelf werd gehouden. De opbouw heb ik dus helaas niet meer om jullie te laten zien. Maar wel eens nog even te zien dat de hindernissen nu worden afgebouwd. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuke vlog gaan vinden. Supermooi plekje. Zoals jullie misschien kunnen zien staan we dan nog steeds midden in de bak. Alle toeschouwers hieromheen. Want we mochten gewoon met de pers midden in de bak staan. Dus we hebben ook super mooi kunnen filmen. Het is nu pauze, dus tijd om even te gaan eten. En zo meteen komen we hier weer terug. Er is straks een carouselvoorstelling geloof ik. En die gaan we natuurlijk ook filmen. Oké, we zijn terug aan het lopen van de tribune. Waar we net even op zaten voor de pauze. Maar er zou nu zeg maar een carouselvoorstelling moeten zijn. Maar we hebben nog niet ontdekt. Of die nou nu is of straks, of waar we nou moeten zijn. Het zou in de bak moeten zijn, dus we weten het niet helemaal zeker. Maar we willen heel graag even de paarden filmen met warm rijden. Dus we hebben zoiets van, ja dan moeten we maar nu gaan, anders dan wordt het nooit wat waarschijnlijk. Sorry voor het heel erg slechte licht, want het is heel fel. Oké, we willen dus heel graag het inrijden nog even filmen. We hebben blijkbaar geluk, want er zijn er inderdaad een paar aan het inrijden. Hier is de inrijbak, aan die kant. En daar zijn we vanochtend ook geweest, alleen toen waren ze nog niet aan het rijden. Maar toen hebben we alleen even kunnen zien dat ze met de paarden aan het stappen waren, met de deken nog op en zo. Want we moesten op tijd in de bak zijn om te kunnen gaan filmen, voordat de eerste combinatie ging springen, zeg maar. Persausje aan de regels. Nou, we zijn nu terug aan het lopen weer vanaf het inrijterrein, want we hoorden net alweer de oproeper. Dus het zal zo meteen alweer gaan beginnen en we moeten natuurlijk zorgen dat we op tijd weer bij de bak zijn. Dus daarom gaan we nu alvast weer teruglopen. Lopen. Ik zeg het ook zo mooi. Dus even kijken of we weer een lekker plekje in de bak kunnen vinden. Want natuurlijk willen we Tim Lips wel vanaf daar filmen, hè? Tuurlijk. Kom op. Vanisha is blij. Ik ben heel blij. Hier is het publiek. Hallo hier. Zo, wij lopen nu richting de bak. Thank you.
tussenstand. Oké, we staan weer in de bak. Dus met alle andere persmensen. Het is echt super cool. Hier zie je gewoon alle hindernissen om het huisje heen waar we bij staan. Hier is een huisje. En we zijn heel vaak op tv, want daar staat de camera van RTV Oost. Dus die filmt zeg maar het hele parcours. En wij staan natuurlijk gewoon in het midden, dus we zijn eigenlijk best wel vaak in beeld. Dat is echt wel grappig. Dus Danny, heb je er zin in? Ja. We gaan zo meteen Tim Lux zien, hè? We hopen heel erg dat hij goed gaat rijden. Dus Tim, succes! Oké, jongens, we staan midden in de bak nu. Het is echt nu enorm spannend. We zijn bij de laatste vijf. De ruiter die nu rijdt heeft al een bak laten vallen. Dus ik weet al zeg maar dat hij niet meer kan winnen. Want tot nu toe hebben ze allemaal elkaar steeds verbeterd. Dan worden ze allemaal weer steeds weer sterker dan de ander. En nu komt Alice binnen en die gaan we natuurlijk filmen. En daarna is nog een andere en daarna is Tim Lip. De bal komt er klaar, one down voor de waard, 50.7 Johnson. Thank you.
Jim Lipstar with Baylor. Dutch Bulldog by Kim Santos. 45.5 is the score for second place, currently leading the Dutch National Championship. Carson has won. We gaan het zien, jongens. Oh my god. 6 times in the top 5 of the 4-star level of our sport, including winning the movie in 2014. Tim Wright, second ticket. Normally the ride is wife, Janelle. Tim tegen Tim. With Janelle, the horse one in the year. And with Tim, the top 10 at Bramham, Barbary, and Blair Castle at the 3-star level. The Dutch Hawkeye 10-year-old Michael Colbury on 43.7. Tim Wright, second ticket. En dan is hij ook gewoon hartstikke goed. Het is toch super gaaf. Dus de twee Timmen op het podium, toch? Ik vind het super cool. Ja, leuk. Belangrijk moment voor mijn neus. Lekker slecht licht hier. We staan nu in een rijtje met alle pers. Want zo meteen is de prijsuitreiking voor ons. En we willen het allemaal heel graag filmen. Dus we staan hier zo mooi voor een hekje. En we staan te wachten op de prijsuitreiking. So what was it saying? What was it saying to you? Something about keeping your thoughts straight, no matter what.
echt super gaaf. Het was een ontzettend mooie dag. Het was heel spannend ook. Dus, maar het is allemaal goed gegaan. Tim is tweede geworden dus. Ik zal ze even vertellen. De eerste uitreiking was van de teams, de groepen. De tweede was van. De tweede was van de series. De derde was van de Nederlands kampioenschappen. Sla ik er nou in over de vierde. De vierde was van de Schapen Citroen. En de vijfde en laatste was de individuele prijzen. Dus dat was echt gewoon wie heeft heel Military Boekelo gewonnen. En daarmee was Tim Lips dus tweede geworden. Dus het was al met al echt een ontzettend gave geslaagd evenement. En wij gaan nu opruimen en terug naar huis. Ja, we zijn ontzettend blij met het resultaat. Het zit er weer op voor dit jaar. We hebben heel veel zin al in volgend jaar. Ik hoop dat jullie dat ook heel erg leuk vonden en volgend jaar ook willen gaan kijken. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!